Thanksgiving. Turkey. We give thanks to you, God. Dig in. Sinterklaas. Open dumpling. Of course. Ik niet op mijn schoen. Open dumpling. Hi, het is vandaag Thanksgiving. Maar dan zitten zwaaien naar jullie. En Luke uit Amerika is ook hier en die heeft klaargekregen om een Thanksgiving dinner te organiseren. En er komen vanavond 30 mensen naar Bruce en Sue. Iedereen heeft iets mee voor te eten en te drinken, dus het wordt vast gezellig. Is that turkey? So, happy Thanksgiving to everyone. It's been great being here. I've been in Africa almost 6 months now, in Zimbabwe a lot of that time. And yeah, it's just a very special place to me, and you guys are all part of that. I wanted to organize this just to show how much I appreciate all of you and you know, how special you guys are. Well, we celebrate with my family every year. It's a time where we can come. Give thanks to the Lord for all his goodness. We give thanks to you, God. We give thanks for your wondrous works declare that your name is near. To stand every morning to thank and praise the Lord, and likewise in the evening. And it just truly brings us into his presence when we start giving thanks to him. And we just can see amazing things happen when we just step out and give thanks to the Lord. It's a posture you have towards the Lord of Thanksgiving. So now, we'll dig in. Ladies first. Hallo, het is de volgende dag. En we zitten zomaar ineens in de lodge, in de B&B in Harare. We zijn lekker aan het eten. Hallo. Tosties voor ons gemaakt met frietjes. Ja, wat wil je nog meer met kids? We zijn hier met een speciale reden. Waarom zijn wij in Harare, jongens? Wat gaat er morgen gebeuren? Morgen is Sinterklaas! Bij de Nederlandse ambassade. Heel goed! We hebben van de Nederlandse ambassade in Zimbabwe een uitnodiging gekregen om Sinterklaas te komen vieren. Ik ben een vlog aan het editen. En de kids zijn een liedje aan het oefenen. De ambassade heeft een mail gestuurd met de vraag of ze dit kunnen oefenen. Hier is ook een Nederlandse school in de buurt. Die hebben dat ook geoefend, die komen ook. En ik klim, klim, klim. Als een zwarte piet, kijk, we moeten kijk. Op het dak klimmen. Ja. Daar, daar. Oh mama, zie je daar? Zwarte piet op het dak. Oh, hij is alweer weg. We hebben deze keer de kamer met één bed, dus ze hebben net twee matrasjes gebracht, dus we zitten met z'n allen gezellig op één kamer. Ik ben hier aan het editen, daar zit de kroos, en hier is een matrasje en aan de andere kant, en ze zijn autorace aan het kijken. Papa, dit is moeven! Papa, dit is moeven! We hebben best wel goed geslapen, behalve één mug. Want die is zo stom. Je bent bijna klaar, mevrouw. Je moet wel op de stipjes lopen maken. Op. Niet op mijn stipjes. Waar gaan we naartoe? Naar Sinterklaas. Denk je? Ja, echt. Denk je dat er ook Nederlandse kindjes zijn? Ik denk het. Oké, okay, we zijn daar. Nick, wat heb je, schat? Pepernoten. Oeh, lekker hè? Is het lekker, Lea? Ja. Hij brengt ons in, Nicolaas, ik zie je. Dank u, Sinterklaasje. We gaan hem halen! Ja! We gaan hem halen! Oh, zwaar! Hey!
Zijn er alleen Nederlandse kinderen, zijn er geen Belgische kinderen hier? En ook nog wel Belgische kinderen. Ik wou al zeggen. Oh, en er is zelfs iemand die 10 tot 10. Ik wil een beetje een knaller, een beetje een upbeat liedje, alsjeblieft. Upbeat liedje? Ik heb een favoriet, dat is help even. Comedy, maar die is een beetje lowbeat, vind ik. Ja. Ja. Als u dat maar als dat uw favoriet is, vindt u de Stoomboot mooi? Daar zijn we wel heel goed in. Stoomboot, ja. fantastisch liedje. Laten we die doen. Sinds komt de Stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Met z'n allen op een rijtje, kom, let nu goed op. Zwaai naar de varkensboot, de Sint geeft de varkens cadeau. Wow. Dansje voor de Sint, la 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 la. Dansje voor de Sint, la 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 la. Ja, ik spring naar de pakjes voor de Sint. Daar ben je, Vin. Jij een liefhebber van de wilde dieren. Nee, ga maar met je mee. Mooie zeep. Jij hebt voor het eerst motor gereden. Ja, zo. Ben je daar niet wat te jong voor? Je bent toch 6? Mag je dan een motor rijden? In Afrika? Ja. Oh, in Afrika mag alles. Ja. Wat voor motor moeten we dan aan denken, Nick? Hoe groot is dat dan? Kan je al bij de pedalen daar beneden om te schakelen en zo? Hoe doe je dat hier? Ja? Nou, ik wil jou graag een keer motor zien rijden dan. Wat hebben wij voor Nick meegenomen? Nou, een enorm cadeau. Oeh, dat kan ik niet dragen. Dat is heel zwaar. Kijk eens even. Hou vast. Heb je hem? Twee handen. Niet laten vallen. En de chocolade. Alsjeblieft. Kom nog wat. Was je niet vergeten? Zusje Lea. Hallo. Je moet deze kant op kijken, meisje. Durf je niet? Vind je me zo'n griezel? Ik hoor net, want ik kan het namelijk wel verstaan, jullie niet, dat het een straathondje is. Met de naam Ricky. En Lea zorgt heel goed voor het beestje. Dus dat beestje heel veel geluk gehad, hè? Dat hij zo'n lief baasje heeft gekregen. Welke band doet hij nu? Makkelijk om een paard te klimmen dan. Ja. Man. Dag allemaal. Ja, Lea, zoeken. Dag. 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 Dag.